Dit is het Weerjournaal van dinsdag 17 februari met vandaag. Eerste Wiert Alive zeer geslaagd en kleurrijke optochten door de stad. De politie laat via social media weten dat de vastelovende in onze regio over het algemeen gezellig en rustig is verlopen. De hulpverleners in actie komen voor incidenten, maar die hadden niets met de vastelovende te maken. En we beginnen met een autobrand. Zaterdag in de vroege ochtend omstreeks 4 uur kregen de hulpdiensten de melding dat op de Margrietlaan een auto in lichterlaaien stond. Voor de vierde keer in korte tijd werd Weert opgeschrikt door een autobrand. De brandweer doofde het vuur met een blusdeken voor eventueel behoud van sporen. De oorzaak wordt nog onderzocht, maar vermoed wordt dat het om brandstichting gaat. Vandaar dat de politie na de melding een Burgernet bericht verspreidde. Ook verrichtte de politie een buurtonderzoek. Mocht u iets verdachts gezien hebben zaterdagochtend op de Margrietlaan, bel dan met de politie op 0900 8844. Maandagmiddag kwamen op de Roermondseweg ter hoogte van de Moesdijk een personenauto en een scooter met elkaar in botsing. De bestuurder van de auto zag bij het oprijden van de rotonde de scooterrijder over het hoofd. Die kwam ten val en raakte licht gewond. Hij is na een controle ter plaatse naar het ziekenhuis gebracht. Zowel de auto als de scooter raakten beschadigd. Niet veel later vond er een aanrijding plaats tussen twee personenauto's op de Emmasingel. Een automobilist wilde vanaf een parkeerdek wegrijden en werd door een naderende auto op de Emmasingel over het hoofd gezien. De aanrijding ging met een flinke klap gepaard. Een van de betrokken voertuigen kwam in de tegenovergestelde richting terecht. Beide inzittenden kwamen met de schrik vrij en hielden geen verwondingen over aan het incident. De materiële schade aan de voertuigen was aanzienlijk. Weert heeft er een superieur evenement bij met de Vastelovendje. De eerste editie van Wiert Alive op de Nieuwe Markt was een groot succes. Honderden Vastelovend-liefhebbers genoten na de grote rockstekersoptocht van gezellige live muziek. Direct na de Vastelovend-optocht in de stad trokken honderden mensen naar de Nieuwe Markt. Daar werden ze getrakteerd op live muziek met diverse Vastelovend-artiesten. Het totaalplaatje klopte. Heerlijke muziek en een prachtige, zonnige dag. De organisatie presenteerde een divers programma met namen zoals Angelina, Ton Wolter, Altje Hendricks, Mark en Willemien en Fabrizio. Wiert Alive begon rond de klok van 4 uur, gelijk na de optocht, en duurde tot ongeveer 9 uur. Van voor tot achter stond de Nieuwe Markt vol. Het eerste grote evenement voor de Nieuwe Markt. Ondernemers hebben hier in het verleden geklaagd dat de grote gebeurtenissen nooit op dit terrein plaatsvonden. Zondag zijn ze meer dan aan hun trekken gekomen. Veel lof was er na afloop via social media. Dit evenement is een blijver. Wiert Alive is een initiatief van BA Events, Production House en MEPF. Stadsprins Luc ten Eerste moest vandaag weer vroeg uit de veren. Het productieteam van het tv-programma Geloof en een Hoop Liefde van de EO was weer in Weert en ging onder andere met de prins op stap. Al vroeg trof ze elkaar bij het beeld van de Naas. Tegenover de Martinuskerk bij het Rogstekersbeeld gaf Luc Knape deze dagen prins Luc ten Eerste een interview. Hij lichtte de Rogstekerslegende toe en de link naar de carnaval. Dat deed hij op een spontane en ontspannen wijze. Luc werd trouw bijgestaan door zijn adjudanten en prinsenbegeleiders. Een week lang is het EO-team in Weert. Vandaag was de laatste productiedag. In het programma Geloof en een Hoop Liefde staat elke week een dorp of stad centraal.
Vanmiddag had het team een interview met pastoor Ter Voort van Boshoven en keken ze samen naar de optocht. Ook werd er een reportage gemaakt van de Slag om de Merch. Allemaal leuke beelden en verhalen die de volgende maand bij de EO te zien zijn. Weertenner inwoners in de hoofdrol zijn te zien van maandag 23 tot en met vrijdag 27 maart na het 5 uur journaal op NPO 2. Nog een paar uurtjes en dan zit de Vastelovens 2015 er weer op. In de loop van de avond nemen de heersers in de regio afscheid. Maar voordat het zover is, kijken we nog even terug naar de grote Rogstekersoptocht en de Wichteroptocht in de binnenstad. Onder een stralende hemel trok zondag de Rogstekersoptocht door de binnenstad. De bijna lenteachtige temperatuur bracht veel bezoekers op de been. Rijen dik stonden de bezoekers op sommige plekken langs de kant en genoten van alle pracht en praal van de wagens en deelnemers. De optocht 2015 bestond dit jaar uit zo'n kleine 90 deelnemers. En de creaties en bouwsels waren zoals elk jaar weer bijzonder kolderiek en ludiek. De optocht begon weer vanaf de Driesveldlaan om via de Singels te eindigen in de Stationsstraat. Een iets langere route om de horecagelegenheden aan het eind tevreden te stellen. Minpunt was dat de bonte stoet veelvuldig stil stond en er soms grote gaten tussen zaten. Maar over het algemeen was het een zeer geslaagde optocht. Wat een bocht zeg. Ik heb nog meer beuls aan. Wat een bocht zeg. Zeg, Piet Lund, wil ze hem hebben?
Zoiets. Dan de verdeling van de prijzen. Zou de Gouden Rog weer naar Brabant gaan of zou een weertevereniging hem in de wacht slepen? Het werd het eerste. Carnavalsvereniging De Flausmauzen uit Budelschoot. Met Geinman Oeverboert won de Gouden Rog met een totaal van 194 punten voor een grote wagen, of beter gezegd kleurrijke schip. De Knauwelprijs ging naar vastlovend vereniging De Jensers met het motto Kiloknaller. En de Heijuprijs, de aanmoedigingsprijs voor verenigingen die voor het eerst deelnemen, ging naar vastlovend vereniging Vriert bij dat Giert met Krap Bekas. En na de grote optocht gaan we naar de kleine optocht. Net als een dag eerder waren de weersomstandigheden perfect. Onder een stralend zonnetje trokken de groepen en cupjes door de binnenstad. Het was heel erg druk langs de route, met name op de markt, waar de bonte stoet tweemaal voorbij kwam. Het was iets wat krap, maar de deelnemers kregen veel applaus van het publiek.
In deze vrolijke stoet altijd veel kupkes. Weken hebben de kinderen hier zelf aan geknutseld in de Rogstekersloods aan de Stekshofweg. Alle kupkes dingen mee voor de kleine gouden rog. En die prooi was dit jaar voor Sepp Gele met Harry live in de Kuip. De bronzen bakfiets ging naar de glittermeertjes en de zilveren knoek was voor de schuimers. Vanavond wordt op de markt de rog verbrand en leveren de prinsen de sleutels weer in.